Hallo maandag, Mr. Conquist hier. En ik wil eventjes deze snelle video maken om eventjes uit te leggen wat er momenteel allemaal gaande is in mijn dagelijks leven. Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk wel weten, zit ik momenteel in een uh, zware verhuizing. Eigenlijk in een zware tijd in het algemeen. Uh, mijn ouders zijn gescheiden. Ik ben momenteel druk aan het inpakken voor de grote verhuizing. En dat houdt dus ook in dat het maken van video's een heel stuk lastiger wordt. Nou ja, als je mijn livestreams en zo gezien hebt, dan ben je er als het goed als al van op de hoogte. Dit betekent dus wel dat ik vanaf dit moment um, video's dus waarschijnlijk helemaal niet meer kan maken voor een bepaalde periode. Um, denk aan een paar weken of zo. Houdt niet in dat ik volledig ga stoppen met dit kanaal. Uh, integendeel zelfs. Ik ga als de verhuizing erop zit en ik heb mijn hele setup en zo uh, ook helemaal klaarstaan in ons uh, nieuwe huis. Dan ga ik dat sowieso um, eventjes vermelden. Ga ik even een snelle roomtour geven over mijn nieuwe kamer. En dan gaan we uh, in de kamer die ik dan uh, heb. Dan gaan we vanaf daar gewoon lekker verder met video's maken. Um, maar in de tussentijd zit ik dus wel met het probleem dat ik geen video's kan maken voor een bepaalde tijd. En dat is gewoon een probleem. Nou ja, dat is niet per se een heel groot probleem. Want ik kan uh, daarna op zich weer video's maken. Maar in de tussentijd, ja, wat kan je dan op dit kanaal zien? Ja, vrij weinig. Um... Mijn website is uh, vanaf dat punt eigenlijk ook gewoon vrij lastig te bereiken. Ik um, kan de website maar moeilijk gaan editen op mijn uh, telefoon. Dus het gaat gewoon lastig, helaas. Dus ja, uh, het, uh, ik kan helaas even gewoon niet op het internet komen uh, wat dat betreft. Um, maar ik beloof jullie dat als de hele verhuizing erop zit, dan ga ik gewoon weer lekker verder met het maken van video's. En dan komt het allemaal wel weer reuze goed. Ik wil jullie allemaal nog eventjes snel uh, bedanken voor alle support die jullie mij de afgelopen tijd hebben gegeven. Want het gaat echt ontzettend lekker met het kanaal de laatste paar uh, weken. Uh, en dat, ben ik jullie, dat vind ik gewoon hartstikke tof om te zien. Dat, uh, dat het gewoon uh, hartstikke goed gaat met het kanaal. En zeker in tijden als deze uh, is het voor mij echt ontzettend vet om te zien uh, dat het zo goed gaat. Dus ja, bedankt daarvoor. En uh, ik hoop dat jullie ook nog uh, de supporten lekker erin blijven houden. Zelfs als ik er even een tijdje uh, niet aanwezig ben. En dat jullie dat er gewoon inhouden als ik weer terug ben met het maken van video's. Nogmaals bedankt. En ik zie jullie later weer.